Hoi, welkom terug weer gitaarles Gerrit Geetje. Neil Diamond, heel wat nummers zijn aangevraagd van deze artiest. En Songs on Blues stond op 1 en die gaan we nu doen. Nummer 2 voor de kijkers van jullie is Sweet Caroline. Nummer 3 is I Am I Set, hè? Schat stond op het lijstje. 3. I Am I Set, die staat op 7 aanvragen zie ik. Dus Songs on Blues op 1, die gaan we nu doornemen. En dan nog 1 stem nodig, kom op, Sweet Caroline. Oké. Okay. Even de akkoorden met jullie doornemen. Het is een heel simpel nummer, een hele simpele slag. En je hebt een hele simpele leraar. Ja, want de H, dat zeg je altijd. Nou, laat maar. C, akkoord komt ervoor. Het G-akkoord. Dan de G7, pink los. Deze op de onderste naar eerste positie. Dan krijg je het F-akkoord. Dus zeg maar hetzelfde als in Barré, maar dan kan je hem hier nemen. Dus dan is die open. Makkelijk, heel niet. Simpel. Simpel, hoor je, hey, hoor je haar ook zeggen, ook wel zo simpel. Nou, C7 akkoord van een C-akkoord, ja, die er al in zit natuurlijk. Maar als de C7 ziet staan, doe je je pink op de eerste, tweede, derde snaar van onder in de derde positie. Ja, en dan komt nog voor een D-minor. Onder snaar eerste positie, derde snaar tweede positie, B-snaar derde positie, dus de tweede snaar. De slag, heel makkelijk, hij gaat wel de slag. Niet, ja, ja, dat moet ik even uitleggen. Kijk, het is namelijk zo, op een gegeven moment komt hij aan bij de stukken, dan zing de mouw again. Ja, en dan moet je kijken wat ik dan doe, wat de meeste gitaristen dan doen, dan zing de mouw again. Gaat naar de G, maar dan doe je hem even open, zo laat zien hoe het gaat. Ik zal hem even hier doen, misschien makkelijker. Dan zing de mouw again. Dus kijk, 1 en 2, dan precies in mijn neer, dus dan op D minor. Dus, of neerzetten, zie je bakken? Dan zing de mouden. Ja, bom, bom, bom. Zo, zo, maar ik vond het ook wel een makkelijk nummer om dit uit te leggen. Ja toch? Vind je, hoop ik ook. Dus je weet het, de C, de G, de G7, de F, de C7 en de D minor. En de slag alleen maar dit. Eigenlijk alleen maar op maar geef dan wel een ja, hoe noem je dat, schat? Vertaal ze even voor mij. Geef ze even een accent. Mij. Een accent, dat wilde ik zeggen. Het accent moet je leggen op naar beneden gaan. Kijk maar, zie je, als ik het nou speel, kijk.